Ik heb een open brief aan president Hollande geschreven. En dat was de ochtend na de aanslagen op de Bataclan en de straten in Parijs. En die aanslag was de vrijdagavond. Het was de 13 november 2015. En het was de zaterdagochtend. De 's nachts had Hollande al gereageerd, een eerste reactie. En de eerste officiële reactie was op zaterdagmorgen. En ik had s'avonds veel hier in deze ruimte op de computer zitten kijken en zoals iedereen volgen wat daar gebeurde. En 's ochtends ook opnieuw, echt een soort koorts van berichtgeving, willen weten wat er gebeurd is. En toen kwam die verklaring van Hollande. En ik was verbouwereerd. Ik viel achterover, ik viel van mijn stoel. En ik ben over het algemeen een nogal bedachtzame schrijver en toen ben ik meteen beginnen schrijven. Ik vond dat het discours wat de president van de Franse Republiek daar presenteerde, vond ik extreem problematisch en extreem contraproductief. Omdat hij na zo'n aanslag helemaal koos voor een oorlogstaal. En ik denk niet dat dat het verstandigste is wat hij op dat moment had kunnen doen. Ik denk dat dat het conflict nog meer zou doen gaan escaleren. En ik vrees dat dat ook gebeurd is. En ik denk dat er zijn vele redenen waarom dat conflict verder escaleert. En een Westerse president kan niet zoveel doen om de gedachten van anderen te manipuleren. Maar hij kan wel een en ander doen aan hoe er in eigen land wordt gesproken. Hij heeft een belangrijke macht, dat is de macht over de taal. De framing van dat evenement gebeurt op dat moment. En woorden zijn niet neutraal. Woorden zijn de vroegste wapens. Woorden zijn al wapens. En als je dat niet beseft, dan heb je een heel beperkte opvatting van wat propaganda is. Propaganda, dat is meer dan Goebbels die voor een zaal in Duitsland iedereen zo zot krijgt om zijn leven te willen geven voor het fascisme. Propaganda is ook veel subtieler dan dat. Propaganda zit in de woorden die je gebruikt, de gebaren die je stelt, de retoriek die je gebruikt. Dat zit op zoveel plekken. Het gaat over framing. Het gaat over de kadrage die je geeft aan een gebeurtenis. En als een eerste officiële verklaring van een staatshoofd meteen een soort martiale retoriek hanteert, een oorlogstaal hanteert, ja, als je over oorlog spreekt, moet je vervolgens een oorlog trekken. Wie de oorlogstroom roert, moet vervolgens de troepen in beweging brengen. En de vraag is of dat de beste manier is om het conflict dat er is. Ik wil dat conflict niet ontkennen. Maar ik wil vooral dat dat conflict ophoudt. En ik vraag me af of oorlog voeren en oorlogstaal gebruiken, of dat de beste manier is om het conflict te doen ophouden. In die eerste officiële verklaring van François Hollande na de aanslag op Bataclan hanteerde hij herhaaldelijk het begrip acte de guerre, oorlogsdaad. Dus die aanslag werd meteen gezien als een oorlogsdaad. Je zou kunnen zeggen, dat is toch maar een detail, dat is toch maar een woord. Dat woord doet ertoe. Een oorlogsdaad, dat is meestal een daad aangekondigd door een leger van een land. Dat is hier niet het geval. Het kalifaat is geen erkend land. Het was een afschuwelijke aanslag. Maar om die meteen als een oorlogsdaad te kwalificeren, dan doe je eigenlijk een plezier aan Daesh, aan IS. Dan zeg je van, wij erkennen jullie als een officiële staat die in staat is om oorlog te voeren. Dus eigenlijk gaat die een bende terroristen, die denken in zijn staat kunnen zijn omdat ze het voor zichzelf hebben bepaald, eigenlijk gaat die dan meteen optillen tot op een gelijkwaardige gesprekspartner van de Franse Republiek. Het zijn alleen staten die oorlogsdaden kunnen stellen. Dus ik heb ergens gezegd van, vous êtes tombé dans le piège, u bent erin gelopen. Ze hebben u geprovoceerd en je doet eraan mee. Je doet eraan mee door hen te beschouwen als een land dat oorlogsdaden kan stellen. Die mannen zijn uit op jihad, die vragen niet liever dan om oorlog. En het eerste wat François Hollande zegt van, jullie vragen om oorlog, wij gaan oorlog voeren. Ja, dat is bijna een vorm van, dat is absurd, dat is werkelijk absurd. En het is nog eens absurder
omdat hij daarmee een fout herhaalt van 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, net na 9-11, heeft Bush precies hetzelfde woord gebruikt. Dat was niet een paar uur na de aanslagen op de Twin Towers, maar een paar dagen later, een paar weken later zelfs, heeft hij het ook gehad over een oorlogsdaad. En we weten inmiddels dat IS, Daesh of IS, hoe kun je nu een fatsoenlijk land zijn als je nog niet eens een fatsoenlijke naam hebt? Ze hebben 3-4 namen. Maar goed, hoe kan je nu... hoe kan je nu dezelfde taal, dezelfde retoriek van Bush herhalen als je weet dat die retoriek van Bush geleid heeft onrechtstreeks tot het begin van IS? Door de strijd tegen Al-Qaeda is IS kunnen ontstaan. Door de inval in Irak is er een machtsvacuum gekomen. De getrouwen van president van Saddam Hussein zijn vervolgens liggen aan de bron van wat later IS is geworden. Men heeft heel dat regime onthoofd. Men heeft Saddam weggehaald, men heeft het hele leger, de hele baatpartij afgeschaft. IS, de bron van IS, zijn die aanhangers van de baatpartij. Dat waren tamelijk seculiere socialisten, die plotseling naar de islam zijn getrokken. We zouden de lessen moeten trekken uit wat er mis is gelopen na 9-11. De inval op Afghanistan was legitiem. Daar was ook een VN-mandaat voor. Afghanistan had Al-Qaeda onderdak verleend. Maar de inval in Irak in 2003 is nog altijd de grootste blunder van de 21ste eeuw geweest. En de eerste blunder, die inval, tweede blunder, meteen na de val van Bagdad, het hele regime en het hele leger naar huis sturen. Maar daarmee leg je de kiem voor enorme frustratie. Dat zou zijn alsof je in Vlaanderen zou binnenvallen en zegt van hup, Vlamingen, je hebt niets meer te zeggen nu. Ja, maar ja, dat hoeft niet... Die Vlamingen gaan weer ultra-katholiek worden, hè, kort daarna. Dat is echt wat er gebeurt. En dus die seculiere socialisten van de baatpartij zijn eigenlijk geradicaliseerd. Eerst politiek, vervolgens religieus en dan militair. Dat is wat er gebeurd is. En dus IS is eigenlijk de bastardzoon van Al-Qaeda. Hadden we Al-Qaeda beter aangepakt, dan was IS niet kunnen ontstaan. En wat wil François Hollande nu doen? In plaats van slimmer te zijn, gaat hij dezelfde fout van Bush herhalen. President Hollande had het niet alleen over een acte de guerre, een oorlogsdaad, maar ook over een armée terroriste. Frankrijk is gisteravond, heeft een oorlogsdaad gehad, uitgevoerd door een terroristisch leger. Opnieuw gebruikt hij daar de term leger, waarmee hij lijkt te suggereren dat het kalifaat een officiële staat is met een officiële defensie, met officiële strijdmachten die officiële oorlogsdaden kunnen stellen. Dat is allemaal niet waar. Trouwens, de term terroristisch leger, dat is een absurde term. Dat is zoiets zoals, ik heb het ook geschreven toen, bulemisch diëten. Je hebt officiële staten... En die hebben een leger. En je hebt daarnaast groeperingen die gefrustreerd zijn met staten en geen officieel leger kunnen hebben. En die stellen losse daden van die afgrijzen en afschuw moeten opwerken. En dat zijn terreurdaden. Dus terreur is het, zeg maar, het grijpen naar gewapend geweld van diegenen die geen staat hebben. Het idee van terroristisch leger, dat is absurd. Dat is... Ja, dat is echt zoiets als bulimisch diëten. Je mag weinig eten, maar je moet veel eten. Voilà. Dus, maar los van... Allee, dat is nu een beetje een spitsvondigheid van de taal. Maar opnieuw, door te spreken over een leger, suggereert hij daar dat het gaat over een officieel land. Erkent hij eigenlijk dat kalifaat? Hij erkent het kalifaat op dat ogenblik. Er is de beroemde stelling van de grote socioloog Weber, die zegt van een staat... is die organisatie die het geweld kan monopoliseren. Wat maakt een staat op de staat? Dat is een organisatie die het geweldsmonopolie heeft. Dat wil zeggen, kijk, in België, ik mag geen geweld gebruiken, iemand anders mag geen geweld gebruiken. De enige die geweld mag gebruiken, is de staat zelf. Ze mogen oorlog voeren en ze mogen ook mensen oorlog voeren in het buitenland en in het binnenland mogen ze mensen in de gevangenis stoppen. Dat zijn twee vormen van geweld. En dat is legitiem geweld. Dat mag. Dat is wettelijk geregeld. We hebben iets zoals oorlogsrecht. We hebben de conventies van Genève. Dat is allemaal geregeld.
En dus, een staat is de organisatie die geweld mag gebruiken, die het monopolie op het geweld heeft. En de manier om dat uit te oefenen zijn de strijdkrachten naar het buitenland toe, het leger, en in het binnenland politie en gendarme, politie en rijkswacht. Dus dat zijn de officiële strijdkrachten. Het is inmiddels duidelijk geworden, die aanslagen in Parijs, die zijn bedacht in het zogenaamde kalifaat. Hè. Die zijn uitgevoerd door mensen uit Europa, uit Molenbeek en uit Frankrijk. Maar die zijn wel degelijk bedacht daar. Die zijn uitgezonden van daaruit. Maar om van daaruit te spreken dat er echt een leger is, ik vind, dat is een terroristische organisatie die een aantal individuen zo zot krijgt, zo radicaal krijgt, dat ze de haat tegenover zichzelf kunnen combineren tegenover de haat tegenover de wereld. En dat leidt tot destructie en zelfdestructie in één en dezelfde gebaar. Ik noem dat geen leger. Ik noem dat waanzin, ontsporing, gevolgen van vreselijk beleid, de geschiedenis die doorwerkt in het heden, maar een leger kan je dat niet noemen. Op vrijdagavond had je die aanslagen in Parijs. Op zaterdagochtend houdt de president dat discours en op zondag gaat Frankrijk stellingen van IS bombarderen. Dus zo snel gaat het. Als je dat vergelijkt met de reactie voor van India, toen in Mumbai die hotel werd opgeblazen, dat kwam vanuit Pakistan, het was duidelijk. En India heeft lang gedacht van, moeten wij terugslaan, moeten wij reageren, moeten wij ons verdedigen. En er waren verschillende militaire opties en verschillende afwegingen. En uiteindelijk heeft India gezegd, we zullen niet reageren. Maar we willen niet zozeer wraak, we willen dat het geweld stopt. En wanneer we zwaar militair zouden gaan reageren, dan zal dit opnieuw tot een ontsporing, tot een escalatie van geweld kunnen komen. Dus we moeten ons de vraag stellen, willen wij wraak of willen wij het geweld doen stoppen? Dat is een tamelijk essentiële vraag. Want als je wraak wil, dat kan, maar dan weet je vrij zeker dat het geweld zal blijven duren. Dan zit je in een soort Corsicaanse vendetta. Pam, 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 pam. Elke actie roept dan reactie op. En dus de cirkel van het geweld wordt niet doorbroken. En was ik president van Frankrijk geweest op dat moment, ik denk dat ik zou gezegd hebben van, dit was een poging tot aanval. Dit is een afschuwelijke daad en men blijkt de Franse staat te willen aanvallen. We zullen reageren met de waarde van de Franse Republiek nog meer in de verf te zetten. Dat is precies wat premier Stoltenberg in Noorwegen heeft gedaan na de aanslagen van Breivik. Hij heeft gezegd, ons antwoord is meer democratie, meer transparantie, meer openheid. Dat heb ik François Hollande niet horen zeggen. Ik heb hem erg veel horen praten over la liberté. Dit was een aanslag op la liberté. Dat kan. Het was ook een aanslag op een sportstadion en op de restaurant, op de horeca in Parijs. Maar ik denk dat het interessanter zou geweest zijn mocht de president naast la liberté ook l'égalité en la fraternité, die andere twee waarden van de Franse Republiek, verdedigd hebben. En dat heb ik niet gehoord. Het lijkt alsof die waarden van geen tel meer zijn op dit ogenblik. Alsof égalité en fraternité niet langer waarden zijn waar we twee eeuwen geleden zo hard voor gestreden hebben en die nog steeds de moeite van het verdedigen waard zijn. Dus ik denk dat je als staatshoofd op dat moment echt bepaalt hoe er naar zo'n aanslag gekeken wordt, hoe die wordt geframed en vervolgens ook hoe we die groep, niet alleen de terroristen, maar dan die groepen rond, die worden besmet door die woordkeuze. De moslims in Frankrijk vandaag zijn mede besmet door de woordkeuze die de president gebruikte om het te hebben over die paar terroristen. Hij noemt ze een leger die een oorlogsdaad hebben gesteld. Als je ziet wat er daarna is gebeurd, de pesterijen tegenover moslims in Burkini op het strand van Nice, heel begrijpelijk, hè? Emotioneel heel begrijpelijk, maar nogmaals contraproductief. Dus ik denk dat we moeten zoeken naar manieren van reageren. We moeten niet soft zijn, we moeten slim zijn. En we moeten proberen de cirkel van het geweld
die nu vreselijk aan het ontsporen is, op een veel wijzere manier te doorbreken dan via ridicule burkini-verboden of levensgevaarlijke retoriek.